De lang verwachte 800 meter koloniale archieven zijn eindelijk in Suriname. De komst van de archieven is feestelijk gevierd in het Nationaal Archief Suriname. Er was grote belangstelling vanuit de samenleving en veel mensen die zich bezighouden met de geschiedenis van ons land waren erbij. Historica Cynthia McLeod was ook aanwezig en is blij dat de archieven eindelijk terug zijn in ons land. McLeod zegt dat het heel belangrijk is om de archieven terug te hebben, want een land moet toegang hebben tot zijn geschiedenis. Het is heel belangrijk, want hierdoor hebben we toegang tot de bronnen van onze geschiedenis. Een beroemde, heel beroemde historica had een stelling, jaren geleden hoor, Barbara Tuchman. En haar stelling was: een volk dat geen toegang heeft tot de bronnen van zijn geschiedenis, wordt een volk met een zelfbeeld dat gebaseerd is op mythen en stereotypen. En dat, toen ik dat las in de jaren 60, toen dacht ik, dat is precies wat met ons is gebeurd. En als volk moet je geen zelfbeeld hebben dat gebaseerd is op mythen en stereotypen. Je moet echt een zelfbeeld hebben dat het gevolg is van de geschiedenis. Ja? En je moet je identiteit kunnen vinden en identiteit kunnen bepalen aan de hand van de geschiedenis, inderdaad. En het is vreselijk belangrijk dus dat we af kunnen van dat zelfbeeld van stereotypen en mythen. En een ander zelfbeeld, een bewust zelfbeeld kunnen gaan opbouwen. Rita Tienfu, nationale archivaris en directeur van het Nationaal Archief Suriname, zegt dat dit moment niet alleen belangrijk is voor het Nationaal Archief, maar voor de totale Surinaamse gemeenschap. De archieven dateren van 1667 tot 1975. Het is een heel emotioneel moment natuurlijk voor mij persoonlijk, maar ook voor ons Nationaal Archief. Zoals ik het reeds heb aangegeven, ze zijn van ons, het hoort ons toe en het hoort hier thuis. En na een eeuw lang om het hier zelf in ons depot te zien, dat is een onbeschrijfelijk gevoel voor onszelf. Maar het stond altijd buiten kijf dat deze archieven hier thuis horen. Toen ik in 2003 deze archieven voor het eerst zag in het depot in Den Haag, wilde ik ze direct meenemen. Mijn stagebegeleider zei nog tegen me: Rita, je moet niet denken dat je met deze dozen onder je arm de deur uitgaat. Het heeft echt tientallen jaren geduurd, vanaf 2003 toen ik student was daar, tot nu 2017. En om dit proces allemaal mee te maken, ook uit te voeren, dat is dus een heel belangrijk moment voor ons als Nationaal Archief. Maar tegelijkertijd haast ik me te zeggen dat het niet alleen voor Nationaal Archief is, maar ook voor de gehele Surinaamse gemeenschap. Rita Tienfu, nationale archivaris en directeur van het Nationaal Archief Suriname. De bijkans 800 meter lange koloniale archieven zijn terug in Suriname. Ze staan ook online op de website van het Nationaal Archief, waar iedereen toegang tot heeft.